op verzoek van de slachtoffers, de ondernemers. En vanwege het aantal meldingen dat het meldpunt Informatie Anoniem, MIA, constant binnenkrijgt, doet ze een beroep op de gemeenschap om alle informatie over de geplunderde goederen van afgelopen vrijdag te delen. Het anoniem delen van de informatie en het vrijwillig terugbrengen van geplunderde goederen draagt bij aan het beperken van de schade voor de ondernemers en het economisch verkeer in Suriname. De meeste Surinamers leven ongezond. Binnen het Hearts-initiatief is vastgesteld dat meer dan de helft van de mensen die de afgelopen periode hun bloeddruk hebben laten meten, een hoge bloeddruk hebben. Het ministerie van Volksgezondheid wil de samenleving bewust maken dat cardiovasculair risico kan leiden tot ernstige complicatie of sterfte. Een van de doelen van het Hearts-initiatief is om cardiovasculair risico van patiënten te verlagen door tijdig interventies te plegen. Dit kan voornamelijk door een gezonde levensstijl op na te houden. Minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme is tijdens de begrotingsbehandeling ingegaan op de status van de SLM. Hij geeft aan dat met de recente ontwikkelingen die het bedrijf heeft meegemaakt, de nodige rust er is binnen de vliegmaatschappij. Echter geeft hij aan dat de SLM nu pas bezig is uit het dal te klimmen. De bewindsman accentueert dat Surinaamse bedrijven pas kunnen groeien wanneer er collectief voor het Surinaams product wordt gekozen. Hij doet een beroep op de samenleving om voor het Surinaams product op de eerste plaats te kiezen.